Good afternoon. Here we are in the center of Emmeloord. How amazing is this? And we are going to reach out today with words of knowledge, with words of wisdom, with prophetic words. And we're going to see people healed. We're going to see people touched with the love of Jesus Christ for them. And we have done a short training on prophetic, on words of wisdom, words of knowledge. And this is the practical part, reaching out in the center of Emmeloord. So let's go and let's see what God is going to do. Thank you for watching. My name is René IJzega. I'm the pastor of His. And His is a charismatic spirit-led church in Emmeloord in the Netherlands. And we are about equipping people, discipling people, and about the presence of God. So if that speaks to you, consider to subscribe to our channel. Click the bell button so you will not miss a thing. And hope to see you soon and welcome to the family. God bless you. Oké, nou ik zal jullie in het kort vertellen wat we gedaan hebben. We hebben training gehad over woorden van kennis. En daarin gaan we nu uitstappen in de praktijk. Ik heb me voorbereid door te bidden en te vragen aan de Heilige Geest wie ik mag aanspreken. En dat is een vrouw met een spijkerrokje aan. En ik heb een tekst voor haar. En dat ga ik zo meteen aan haar geven. Dus dat is de voorbereiding. En nu gaan we het in praktijk brengen. Nou, wat mij elke keer beweegt om hier elke week te staan is misschien wel mijn bewogenheid voor de mensen die Jezus nodig hebben. We zien hier heel veel mensen die winkelen, met het dagelijkse leven bezig zijn, maar eigenlijk niet met een leven met Jezus bezig zijn. En heel veel kerkenmensen komen hier wel, ook veel ongelovigen, maar ja, we zien ook heel veel kerkmensen die de Heilige Geest missen, Jezus hun hart niet hebben gegeven, wel ergens een keer keus gemaakt hebben, maar niet echt een hart gegeven hebben. En dat beweegt mij om hier te gaan staan. En jullie staan hier drie keer per week. Ja. Hoe noemen ze jullie? Wij kunnen natuurlijk niet zomaar weten wat ze ons benoemen, maar ze vinden ons wel eens lastig, vinden ze ons wel eens. Wij weten al alles en we weten dit, dat zeggen de mensen wel eens, ja. Ja. Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat ze jullie noemen het kerkje op het plein. Ja, maar dat is wel vaak, het komt ook wel intern weg. Hè, dat we elkaar opzoeken en soms vaak met elkaar bidden en elkaar opbouwen. Hè, want we weten ook, een leven met Jezus is ook vaak, zit ook strijd tussen. En we hebben wel strijd. En, zoeken we elkaar op en bidden voor elkaar. En elkaar onderbouwen. Jan Marten, een paar jaar geleden heb jij vanuit een traditionelere achtergrond heb je Jezus aangenomen en ben je in een levend geloof en in een levende relatie met Jezus gestapt. Kun je een kort stukje delen van jouw getuigenis? Ja, dat komt. Ik kwam op mijn werk en ik hoorde van mijn collega's, er zou een paragnost in het voorhuis komen. En die ene mevrouw, haar moeder, die was een paar jaar geleden nog overleden. Toen zei ze, ik ga er naartoe, want ik wil met mijn vader praten. En ik denk, wat is dit, raar allemaal. En toen een paar dagen later, toen kreeg ik een ingeving van God. Dat ik naar het voorhuis moest om daar te gaan bidden. En toen had ik een vriend op Facebook. En die had gevraagd, wil je misschien met mij mee daar naartoe te gaan? Om 7 rondjes om het voorhuis heen te lopen. En al biddend om die boze geest weg te jagen, zeg maar. En toen kwam die vriend van mij aan de deur.
En hij kwam echt strompelend binnen. Dat was voor mij al een getuigenis. Die man die kon amper lopen. En toch wilde hij met mij gaan evangeliseren. En toen kwam hij bij het voorhuis. En daar stonden wel 60, 70 mensen die met dezelfde ideeën gekomen waren. Om ook 7 rondjes om het voorhuis heen te lopen. En we hebben daar gebeden en geëvangeliseerd. En we zagen mensen vol van de Heilige Geest. En die avond, dat heeft me zo aangegrepen. En dat heeft me nooit meer los kunnen laten. Want de Heer was echt in mijn leven gekomen. Een heel ander leven gekregen. Want Jezus was voor mij alles geworden op dat moment. Hallo, ik heb net dus verteld over het kaartje. En het kaartje heb ik gegeven aan de vrouw die op me af kwam lopen. En God heeft het bevestigd door haar, de kledingstukken die God mij liet zien, die de vrouw aan had. En ze kende Jezus. En ze was er heel blij mee. Dus en toen liep ze weg. En deed het met jou? Ja, dat gaf mij natuurlijk heel veel blijdschap. Ja, want het was een bevestiging van God dat het dus echt klopte. Ja. Ja. Hallo. We zijn deze zaterdagmiddag hier zo aan het wandelen, zo Hans en ik. En we zijn zo. We hebben net 2 gesprekken gehad. 1 gesprek gehad met een meneer die zat op een bankje en we gingen er even bij zitten. En een beetje eerst even wachten van hoe ze beginnen, waar ze het over hebben. En toen kwamen we in gesprek over zijn beroep en wat hij had meegemaakt. En ondertussen was ik naar God aan het luisteren en aan het vragen van: Heer, heb u een woord, een woord van kennis? En meende dat we een woord hadden. En toen dat zo indirect zo aan hem doorgaan, zo vroeg of dat zo klopte, zei hij eerst van niet. Later bleek het gesprek dat het toch waarschijnlijk wel zo was. En kon hem doorverwijzen toch richting een stapje dichter, richting het kennen van God. En dat wij ook zelf ook openstaan om hem verder te leren kennen en zijn vrouw. En dat was eigenlijk een fijn gesprek. En toen was hij natuurlijk weer verder omdat zijn vrouw hem op kon halen. Dus het tweede gesprek was even 10 minuten, kwartiertje later bij een andere meneer. Die zat ook op een bankje. Gingen we bij zitten en die begon uit zichzelf wat te vertellen. En net toen we het gesprek richting een woord van kennis wat we menen te ontvangen hadden, wouden gaan, zeg maar, naar het gesprek dat we die kant op wilden gaan. Toen kwam zijn vrouw uit de winkel en zei: ga je mee, schat? En toen was het afgelopen. En dit is wel leuk. Zeg maar, ik ben evangeliseren gewend, maar dit is weer een andere manier om zo erbij te gaan zitten. En een woord van kennis van God te vragen en dat dan te oefenen. En het is zeer waardevol en laagdrempelig eigenlijk om het zo te doen. So we have found amazing treasures today. God spoke to me about a young lady who would be wearing a pink jacket. And we were looking for that specific lady for quite a while. And we came back, met up with as a group, and then from behind my back, my husband stopped a couple of young ladies, and as we started talking to them, I did recognize that one of these ladies was the lady that God had spoken to me about. So I had written some words for her on my phone, and as I was speaking to her, those words were coming out. And it was really God wanting to encourage that person, how special she is in her eyes, and that she has a purpose. And both of these ladies went away very encouraged.
So that was an amazing experience. An amazing experience to see how God is looking for people. Leaving 99 behind and going and looking for that one. And this is really what we felt that we were doing today. We were looking for that one that God had a special word today for. Zo, dit was dan de video over onze avonturen met Jezus in Emmeloord. En ik hoop dat je je bemoedigd heeft om ook zelf uit te gaan in de kracht van de Heilige Geest en mensen aan te raken en te bemoedigen. En klik like als je het leuk vond. Klik niet like als je het niet zo leuk vond. Abonneer je op ons kanaal voor meer van dit soort video's, voor training, voor discipelschap en om je te helpen te zijn in de aanwezigheid van God. Dankjewel voor het kijken en ik zie je in de volgende video.